Leuk dat je hier bent. Ik ga vandaag met... Nee, vandaag begint een nieuwe weekvlog. Yay! Een proefje doen. Je gaat eerst oefenen. Eerst oefenen. Ja. Ja. Maar je moet opschieten. Ja. Maar hoe lang heb ik nou? Ja, in jouw tempo heb je nog 2 minuten. In mijn tempo heb je nog 1,5 uur. Nou ja, 1 uur en 28 minuten. Maar dan moet je wel gereden en afgezadeld zijn en bezig zijn met Verona. Oh, dus ik moet nu... Wow, ik snap het niet meer. Dus in dat half uurtje moet ik Blondie... Je hebt nu 1,5 uur. In die tijd moet Blondie gezadeld, gereden, afgezadeld zijn. Dan moet je bezig zijn Verona te zadelen. Dus als je gewoon opschiet, is er niks aan de hand. Snap er helemaal niks meer van. Maar ik zou beginnen met haar te voeten, want ze is gewoon vies. Ik ga het uitleggen. Je kan nu online proefjes rijden. Dat kan bij de KNS. Alleen bij de KNS zeggen ze, de video is van ons. Met video's kunnen hele nare dingen gebeuren, dat hebben wij al meer ervaren. En dan kan je zeggen, zal de KNS dat doen? De kans is klein. Maar ik geef nooit mijn video's uit handen. Die blijven mijn eigendom, mijn intellectueel eigendom. En je mag ze gebruiken en in overleg mag je er ook andere dingen mee doen. Maar gewoon krijgen, nee, dat gebeurt gewoon nooit. Dus wij kunnen niet meedoen aan de KNS, want die eisen dus dat video hun eigendom wordt. Dus hebben we verder gekeken en toen kwam Steve ermee dat bij de Hoefslag kan je ook wedstrijden rijden online. En dat heet dan We All Ride. Daar heb ik wel vaker van gehoord, maar nooit heel veel mee gedaan. En daar blijft de video gewoon eigendom voor jezelf. En als we er iets mee willen, vraag ze gewoon even toestemming, zoals het hoort. Dus nu heb ik Tess ingeschreven of geregistreerd bij We All Ride. Dan kan je dan vervolgens een proef uitdraaien. Dus dat heb ik ook gedaan. Die lijkt op de B. Die gaan we vandaag, tenminste we, Tess gaan hem oefenen vandaag. Als het heel goed gaat, dan nemen we hem gelijk op. En als het niet heel goed gaat, dan nemen we hem morgen op. Of volgende week, of de week erop. Daar gaat het in 4 batches of zo, 4 periodes. En als je alle 4 meedoet, dan kan je ook nog wat winnen. Nou, dat lukt natuurlijk niet. De eerste periode is al voorbij en de tweede periode is al bijna voorbij. Dus wij kunnen alleen meedoen met periode 3 en 4. Maar dat geeft niet, omdat je dan toch gewoon eventjes het wedstrijdgevoel een beetje kan doen. Overigens hoef je niet allerlei wedstrijdkleding aan, mag wel. Je moet dan wel alleen wel aansluitende kleding hebben, omdat ze je bovenlijf moeten kunnen beoordelen. Dus Tess gaat nu Blondie even zadelen en dan gaan we eerst het los, gaat zij eerst losrijden. Lees je wel een stukje van de proef voor? Nee. En dan zet ik zo meteen de camera daar wel even neer. Je moet bij C filmen, dus dat is ook wel een dingetje, dus we gaan even kijken of dat lukt. Nou, het liefst bij C. Ja, dat staat er inderdaad, maar volgens mij moet het wel lukken. Ik ga even kijken. Nou, Tess gaat nu losstappen en rijden en dan ga ik de camera zo meteen eventjes bij de C plaatsen en dan gaan we het gewoon proberen. Ja, dat is even wennen. Dat is best spannend. Moet raden. AF, arbeidsstop.
twee grote kolven waar ik half laat trekken voor een beetje gepaard. Daarna arbeidsstap, ik zal het huilen groeten. Ik ga meedoen aan de instructievideo van Bianca. En om het voor mezelf iets makkelijker te maken, want dat mag af en toe wel. Ik doe hogere wiskunde met paardrijden. Dus, om het iets makkelijker te maken, ga ik vandaag op Verona. Verona is het kanon die, als een hindernis ziet, moet ze daar overheen gesprongen hebben, want anders wordt ze boos. Dus wij gaan vandaag met Verona de kliniek volgen van Bianca. Nee, het is geen kliniek. Oh. Je gaat gewoon, je moet een stuk, even daar staan, want we hebben heel veel tegenlicht. Zo. Zo. Je moet een stukje dressuur doen, dan moet je minimaal 8 sprongen doen. En dat kan je dan insturen naar Bianca. Die gaat het beoordelen, daar betaal je dan voor. En dan kan je ook nog meedoen aan een wedstrijd als je eenmaal ingestuurd hebt. En ik rij vandaag op Verona, die is 18 jaar oud. Ik ben zelf 12 jaar oud. Op dit moment rijden wij de BB. En wat ik graag wil bereiken is, Verona die wil heel snel heel hard. En dat vind ik nogal lastig, dus dan wil ik graag proberen om wat langzamer te gaan. We hebben wat nieuws bedacht. Ik wil ze allebei tegelijk over dezelfde hindernis heen. Zien jullie dat, ja? Oh ja, maar ik was nog niet zo ver hoor. Oh. Dus we gaan nu een TikTok opnemen. Oké, kom maar! Vandaag zondag en we gaan leuke TikTokjes opnemen. Blondie wordt vandaag in plaats van een pony wordt ze een vis. En buiten dat zijn ze vrij vandaag? Ja, dat zeker. Vandaag livestream gedaan over dat Verona hier staat. Nou, vertel maar dat je iets meer erover. Oh, nou. Als je meer wil weten waarom we Verona verhuisd hebben, klik dan even op het i'tje en dan kan je naar de livestream en daar leggen we alles uit. We gaan nu even een paar TikTokjes opnemen. Jij gaat even voer pakken en een paar emmers. En dan filmen we even een stukje over de TikTokjes. Ja. Oh, daar is die. Paardjes gaan naar de wei. Dus ik ga even hoefjes uitkrappen. Kom maar. Ja. Moet je even met de camera praten? Het is vandaag, even nadenken, ik hier ook over na moet denken, dat is gewoon echt erg. Maandag en het is vandaag Koningsdag bij ons. Nou, dat vieren we meestal niet heel groot, maar we hebben altijd bij de Holtkamp tompoessen en moorkoppen. Die tompoessen zijn het beste van Nederland volgens mij. Ik heb alle drie de paardjes in de stapmolen staan. Ik heb ze klaarstaan voor de wei. Mijn moeder heeft even een gesprekkie. En ik ben de spullen klaar aan het leggen voor de wei. Oh ja, ik heb vandaag mijn telefoon een keertje niet meegenomen. Het was niet met opzet. Ze stonden voor het huis en ik dacht ineens, oh, waar is mijn telefoon nou? Ja, die was ik dus vergeten. En toen dacht ik, nou, misschien is het ook wel goed om een keertje geen telefoon bij me te hebben. Dan ben ik daar niet heel erg mee bezig. Ik merk nu wel heel veel nadelen, want ik kan geen TikTokjes maken of zo. Geen Instagram foto's. Ik ga even de boel opruimen. Dan ga ik even vegen. En dan mogen de paarden in de wei. Ik heb er 5 minuten over gedaan. En we hebben een soort van schone hal. Zo jongens, moeders bestaat ook. Ja. Tenslotte een telefoonloze manege moment. Ik kan je vertellen, een tip voor alle ouders.
Zorg gewoon dat je kind geen telefoon heeft. Dan ziet alles er perfect uit en is alles gedaan. En nu lekker naar huis. Ja, gaan we kometten, ja. Dan zit Koningsdag er dan weer op. Ja, we hebben echt heel lekker gegeten vandaag. Dus ik hoop dat ik er niet misselijk van word. Ik heb eigenlijk alleen maar tompoesen gegeten vandaag, voor de rest niks. En ik hoop dat jullie ook een gezellig Koningsdag hebben. Dus laat hier beneden in de reacties weten of jullie een leuke Koningsdag hebben gehad. En of jullie om 10 uur het Wilhelmus hebben gezongen. Ja, en of je de toespraak van de koning hebt gehoord. Want die heb ik ook nog niet gehoord. Heeft die toespraak gehouden? Ja, dat zeggen ze. Misschien ook wel niet. Dus laat even in de comments weten hoe jullie Koningsdag hebben gevierd. En zie ik jullie morgen weer. Hoi, ik ben poep aan het scheppen. Hoort ook bij het paardenleven. Voor jullie informatie, het is dinsdag vandaag. En de paardjes hebben nieuwe schoenen gekregen. Daan zegt dan altijd als ze nieuwe schoenen hebben, dat ze die dag dan beter niet bereden kunnen worden. Als Daan het zegt, dan luisteren wij gewoon, toch? Ja. Dus je hebt Verona gefreesteld? Ja. Misschien kun je iets gezelliger doen? Ja. Krijg je in ieder geval een lach erbij. Ja. Hierna. In de molen? Ja. En dan hebben we nog Boris en Blondie. Die ga je ook freestylen? Ja. Oké. Okay. Dus dat ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee. Oh, na het freestylen heeft ze wel behoefte aan eventjes iets anders. Ze moet even boink even rollen. Geboink? Geboink. Is lekker paard. Oeh, lekker hè. Oké. Okay. Dus nu ben je vies. Echt wel. Zo, inmiddels gaan we even een TikTokje opnemen. Heb je een mooie nieuwe schoenen, pony? Oké. We hebben een lampje. Ja, precies. Dat dus. Dat krijg je als je met Tess een tuk-tuk doet. Zo, dametjes zijn in de stapmolen geweest. Ze zijn gefreesteld, tenminste Vroon is gefreesteld. Tess is nu met Boris bezig. Gaan zo even kijken. En Blondie, die moet nog. En daarna zijn we klaar. Blondie is aan het eten, maar ik moet haar uit haar droom halen. Blondie! Want ik ga haar toch meenemen. Ook al wil ze dat waarschijnlijk niet. Blondie! Oh, ze gaat best makkelijk mee. Laat me je zien. Arabier, Blondie in huis, ik doe helemaal niks. Zo, die heeft wel energie. Ik doe echt helemaal niks. Waarom redt ze zoveel? Ik moet gewoon zoals het hoort. Tess, ze moet nu gaan luisteren. Het is nou klaar. Ze mag best even rennen, maar genoeg is genoeg. En dan is de lijn je eraan en dan ga je andere oefeningen met haar doen. Nou, wat was nou uiteindelijk de oorzaak dat Blondie zo raar deed? Weet jij dat, mama? Nee, ik bedoel, dat hebben ze wel eens. Geef niet. Ze is jong. Ja, ze is pittig jong. Misschien omdat ze niet samen met Verona was of zo. Dat kan ook nog, ik weet het niet. Ja, sinds ze met elkaar zijn ook weer echt een grote vlek. Sinds ze met elkaar zijn, kunnen ze geen afscheid meer nemen van elkaar. Nee, zelfs de een bij de stapmolen is de spuitplaats. Want als ik de een eruit haal en op de spuitplaats zet om de ander te gaan halen, beginnen ze al te schreeuwen naar elkaar. Ja, dat is gewoon echt verboden. Oh, morgenochtend ga je video's opnemen voor de hardmover. Ja. Dan mag je weer om 7 uur paraat staan om je pony in te vlechten. Pam pam. Oh, dat zijn dan kan je, gelijk dat proefje even rijden voor Wheel Ride. Ja. Oh, dat is ook stom, want ik ben vergeten om Lonnie een deken op te doen. Dat wordt goed zo morgen. Ja, en heel snel vlechten. Ah ja, dat goed. Nou, ik zie jullie morgen weer en ik ben erg benieuwd, want de accu is bijna leeg. Woensdagochtend 6:30 en ja, we zijn al op stal. Het is weer filmochtend voor de Arkhoeven, voor die nieuwe serie. En ja, het is vroeg, maar ik moet zeggen, als het zo licht is, dat ik het dan niet zo heel erg vind. Tess zal spullen pakken, die gaat vlechten.
En ik ga Bart helpen. Ik ben hier samen met Blondie. En ik ben vlechtjes aan het maken. Ik heb er nu al 4 gemaakt. Het is 7:01. En ik moet er nog wel een paar. Maar het komt denk ik wel goed. Kijk, Blondie zegt ik ben geen koe. Dus je kan wel zeggen van ik doe koeienwalken. Maar dat vind ik toch een beetje gek. Dus we gaan even laten zien dat koeienbalken best aardig zijn. Brave koeienbalk. Brave koeienbalk. Echt een hele leuke balk. Ja, ik ook. Brave koeienbalk. Goed hoor. Brave koeienbalk. Brave koeienbalk. Zo, dan is het allemaal een beetje minder spannend. Dus dat. Ik vind het wel heel creatief. Ja, ik heb nog nooit zulke balken gezien. Ik ook niet. Nou, ga lekker losrijden. Losrijden. Het is nog steeds. Oh, de deur. Het is nog steeds woensdag. En we zijn vanmorgen naar de Arkhoeve toe geweest. En nu weer. En in de tussentijd heb ik boterkoek gebakken. Ik heb hier wat stukjes. Ook voor Daan en Steef. En ik heb hier een stuk. En ik heb vandaag Uvera zien liggen. Dus ik weet niet zeker of ze al bevallen is. Maar dat kan ik wel aan moeders vragen. Wij gaan nu eerst naar de zaak toe, naar mijn vader. Dan gaan we naar de horstort toe. Want daar gaan wij wel tweedehands kleding brengen. Ik heb nog wat rijbroekjes en dekjes. Die ik niet meer gebruik of niet meer pas. En dat vind ik zonde om in mijn kast te laten. Dus daarom brengen wij het daarheen. En wij gaan boterkoek naar mijn vader brengen, naar de horstort. Maar de horstort zie ik niet denk ik weer. Nee. Ik zie dit op deze weer, want ga ik Boris rijden. En ik Verona. Ja, Verona. Ja, dat kunnen we zeggen. We gaan samen rijden. Ik ben Boris op dit moment aan het poetsen en ik ga zo rijden met hem. Ik heb al een paar dagjes niet met hem gereden, omdat we andere dingetjes hadden. Dus vandaag ga ik hem weer voor het eerst op. Ik ga even kijken of hij de wilde hengst uit zich haalt. Denk het niet. Het is donderdag vandaag en Tess zit in de auto. Kijk of we dat kunnen zien. Te livestreamen. Kunnen jullie dat zien? We hebben net van EcoStyle een enorm pakket binnengehaald. Dus de hele achterbak ligt vol. En nu gaan we naar de Arkhoeve. Zo. Het regende. Ja, het goot. Dus ik kon niet met de camera filmen. En het was zo hard aan het regenen dat ik zoiets had van nou laat maar. En in de binnenbak waren andere mensen bezig. Dus ik helaas, was zeiknat. Even geen filmen, hoe ging het rijden, Tess? Ja, nou ja, op zich wel heel erg goed. In het begin had ik echt ruzie met haar. En daarna heb ik denk ik lang een rood stoplicht en dat zie je weer op weerschijning op onze gezichten. Zie je dat? Je bent helemaal ja. Rood. Daarna heb ik een tijdje gegalopeerd en proberen om het wat rustiger aan te doen. En figuren gereden, dat hielp ook heel erg. En dan ging Blondie tijdens een gebroken lijn proberen om een geloofswissel te maken. Dat was echt te schattig. Daarna ze zat daar overkruist. Alleen ze probeert het wel. Ja, dat was echt super schattig. Dus nou ja, dat was vandaag. Het was te nat om te filmen. Gelukkig had ik dit jasje aan, waardoor ik niet super nat werd. Dat is toch wel weer fijn. Ja, het goot. En nu is het alweer 9:30. Dan gaan we lekker naar huis in de bed. Ja. En toen was de dag beland dat het heel erg hard waaide. Moeders die heeft alle spullen gewassen en die is even aan het terugleggen. Ik ga even naar Blondie en Verona toe, want ze zijn hier net aangekomen. Ik ga vandaag Blondie en Boris logeren. En mijn moeder gaat Verona rijden. Hier is Blondie. Hallo blonde pony. Ze staat me echt aan te kijken van wat doe je. Je hoort er waarschijnlijk al op de achtergrond hinneken. Ik heb Blondie net gelogeerd en met haar vrijheidsdressuur gedaan. En nu is ze aan het hinneken omdat we weg zijn. Houdt ze niet van, hè? Nee, ze haat het dat we weg zijn. Even kijken hoe mooi de kast is. Maar nu krijgen we een opvouwcursus, want ik heb het geprobeerd en ik kan het niet. Ja, maar die opvouwcursus moet eigenlijk van Daan, want Daan heeft dat op haar stage geleerd. En ik doe een soort namaak. Oké, nou, laat maar zien. Oh, maar nou weet ik eigenlijk niet meer hoe ik het doe. Probeer het maar. Oké, we beginnen. Hij gaat dubbel. Ja. Nog een keer dubbel.
Dan moeten alle flappen moeten naar binnen. Kijk. En dan die ook. Ja, dat is toch, nou, dat is toch dan... best mooi zo. Dat is toch keurig? Ja. Moet je eens kijken hoe mooi het eruit ziet, jongens. Wauw. Ik ben met Boris aan het logeren. De Boris die gaat met mij mee. Boris? Ja. Het gaat nu te erg goed. Dat zeg je altijd. Misschien kun je wat laten zien. Dan gaan we met je meekijken hoe goed het gaat. Ja. Ja, ik weet het. Stop. Tja, daar is Tess. Even, ja, daar staan je drie. Oh, niet zo ver weg. Stukje dichterbij. Oh, niet te dichtbij. Ja. Tess heeft gekeken naar Bianca op Instagram over je voeten die te ver in de beugels. Nu heb je je voeten heel ver in de beugels, Tess. Ik vind Tess. Dat vers. Ik vind dat lekker staan. Ja, maar dat is heel gevaarlijk. Dus dat gaan we niet doen. Dus dan moet je, ja, en je handen uit je zakken. Want als, een beetje, als je met je paardrijden bent, heb je ook je handen niet in je zakken. En dan moet je eigenlijk een puntje van je tenen, wat jij meestal doet. Dus kijk hoeveel balans je dan hebt. Van je tenen. En dan wel zoals je paard rijdt. Zo kan je paard rijden met gestrekte knieën. Zo. Nog verder naar achter. Want nu zit je gewoon op de bal van je voet. Ja. Nog verder naar achter. Nee, een puntje van je tenen, Tess. Heb je last van mijn voeten? Nee, puntje van je... Nee, ja, daar ergens doe jij meestal. Doe maar. Nu allebei. En dan je knieën een beetje buigen, net als bij het paardrijden. Mijn tenen. Nee hoor. Probeer maar in... Nee, weinig balans, Tess. Weinig balans, Tess. Ik vind het zo toch beter. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Probeer het nog eens. Nu zoals het hoort. Nee, dat is te ver, zie je? Dus het moet onder je bal van je voet. Nou, Bianca, er moet nog wat geoefend worden, geloof ik. Ik heb vandaag nog niet paard gereden, maar ik vind het altijd op paard rijden. Superleuk dat jij gekeken naar deze weekvlog. Dankjewel. Ik heb net even een stokpaardje rijden gedaan. Gereden. Wow, joep. Morgen mag je weer om 7 uur hier zijn. Yes. Maar dat zien jullie volgende week. Dus ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. En ik hoop dat jullie ook morgen... Jee, we hebben bijna het adem. Morgen om 10 uur. Weer gaan kijken naar onze vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. Als je toch bezig bent, klik op belletje. Belletje heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag morgen en volgende week weer. Doei!